doen al die automobilisten om dat probleem morgenavond zo vlot mogelijk een oplossing te geven? Wel, misschien kunnen we eerst eens even de zone aanduiden waar zich de meeste verkeersproblemen voordoen. Over het algemeen zijn die verkeersproblemen er tussen Niepoort, Jabbeke en Merelbeke bij Drongen. Wat kunnen we nu doen om het veiliger te laten verlopen morgenavond? Een eerste raad die ik zou willen geven is: ga niet allemaal tegelijkertijd vertrekken vanaf de kust. Maar dat is natuurlijk een utopie als we weten dat we allemaal zo lang mogelijk van het mooie weer willen genieten. Wat kunnen we dan wel doen? Wel, we hebben de kaart van de alternatieve wegen. Voor de automobilisten van de Westkust raden we aan de weg te nemen vanaf Veurne over Ieper, Kortrijk en naar Merelbeke. Ofwel vanuit Gistel over Lichtervelde, Tielt, Deinze en zo ook naar Merelbeke. In Merelbeke kun je dan ofwel de E40 nemen naar Brussel of de E17 naar Antwerpen. Voor de automobilisten van de Oostkust raden wij aan ofwel de weg over Brugge naar Maldegem te nemen. En vanaf Maldegem kun je de expressweg nemen naar Antwerpen. Of vanaf Maldegem kun je ook naar Gent, Merelbeke rijden, waar je dan weer de E40 op kunt naar Brussel. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de automobilisten komende uit Knokke. Wel, automobilisten, wij voelen ons allemaal begeleid. Met een minimum aan zelfdiscipline moet dat morgenavond vlot verlopen. U bent gewaarschuwd. Vanavond kunt u op TV2 kijken naar de film Woodstock, een film over het gelijknamige popfestival in de zomer van 1969. Ook het journaal van 22:30 op het eerste net blikt even terug naar dat memorabele concert. In onze rubriek Het gebeurde 20 jaar geleden krijgt u beelden uit het journaal van toen over het festival dat zo typisch was voor die tijd, maar toch nog altijd in deze tijd geïmiteerd wordt. En in het journaal van vandaag hadden we aandacht voor de toch wel ongewone uitlevering van een Israëli door de Verenigde Staten aan ons land. De man wordt ervan beschuldigd zijn 3 kinderen te hebben ontvoerd. In Noord-Ierland houdt de spanning aan naar aanleiding van de 20e verjaardag van de komst van de Britse troepen daar. En in Zuid-Afrika wordt met spanning uitgekeken naar de televisietoespraak van president Botha. Die begint over een paar minuten om 8:00. Wellicht zal president Botha in die toespraak zijn ontslag aankondigen. Maar zekerheid daarover in ons journaal van 22:30. Einde van het 7:30 journaal. Bedankt voor het kijken. Filmliefhebbers zitten bij ons goed op TV2. Op TV1 is er Buren en daarna aan boord van de Duitse onderzeeër Das Boot is er de nodige spanning. Om 9:15 brengen Walter Grootaerts een verslag van Rock Werchter tot 9:55 en onmiddellijk daarna kunnen de popfanaten overschakelen naar TV2 voor een verslag van het legendarisch popfestival Woodstock. Wij op TV2 starten de avond met Krul. En Krul is de naam van een planeet en de titel van een avonturenfilm met enkele science fiction elementen. Zo dadelijk ziet u op TV1 de 9e aflevering van de Britse komische serie Leven zonder George. We volgen Elvis op een tournee in april 1972. In deze reportage het publiek aan het woord, de King himself en zijn vader Vernon Presley. Elvis-fans kunnen zich alvast verheugen op nummers als Love Me Tender, Flaming Star, King Creole en Jailhouse Rock. Elvis on Tour, dinsdag om 8:00 op TV2. Dat is voor morgen 15 augustus. En na Elvis ziet u morgen op TV2 nog een uitzending door derde en om 9:15 een samenvatting van het wereldkampioenschap wielrennen op de baan in Lyon. Nu, hier op TV2, keren wij 20 jaar terug in de tijd. U ziet een muzikale documentaire over het legendarisch popfestival Woodstock. Het duurde 3 dagen en bijna 500.000 jongeren genoten van onder andere Joan Baez, Santana, Jimi Hendrix en Joe Cocker. My name is Sidney Westerville. I'm the owner of this antique tavern, Mungo Valley, New York State.